wants me. No way for me to come home to you. Oh God, did I bring somebody new? Somehow I was never intending to hold on to. Honestly, I just thought that we would be hard to get over. It's hard to get over something I'll never let go of. It's hard to get over cause I still fall. I still fall. I still fall.
Loep? Yes. Nina, Jasmin. En wie zitten voor de rest nog in de band? Je bent met een... Met vier. Met vier. Ja, er zit... En jij bent de new kid on the block. Klopt ja, dat? That's ja? Me. Ja. Misschien kun jij iets zeggen over de samenstelling van de band. Dat is goed. Ja. We hebben ook nog Lana en Annemarie. Ja. Dit is Nina. Ja. Ik ben Jasmin. Ja. Jullie kennen elkaar van het conservatorium, klopt dat? Enkele van jullie hebben... Ja, dat klopt min Amsterdam. Of meer. We hebben allemaal conservatorium gedaan, inderdaad. Lana en Annemarie kenden elkaar al daarvoor. En wij hebben eigenlijk niet tegelijkertijd met Nina gestudeerd. Dus we waren... Ja, iemand heeft Nina aan ons getipt, zeg maar. Dat is goed. Dat pakt goed uit. Ja, zeker. Tenminste... Klonk, gouden tip. Klonk, ja, heel mooi. Aan loftuitingen in het algemeen geen gebrek. Ik zag dat NRC sprak van leukste nieuwe band van dit moment. Nou, het zal maar voor wie gezegd worden. Ik vind leuk op zich niet zo'n fijn woord. Jullie wel? Ik vind leuk wel een veilig, positief woord. Ja. Ja. Dus, Maar bedoel, de muziek gaat ook echt ergens over. Ja. Ja, toch? Nee, dat klopt wel. Maar tegelijkertijd vind ik dat het dus ook leuk mag zijn. En dan neem ik ook geen aanstoot aan dat woord. Nee. In die zin. Zijn optredens voor jullie ook zo bedoeld? Dat het vooral je een goed gevoel geeft als je weggaat? Of ga je ook met een maatschappijkritische boodschap huiswaarts? Bij mij is het wel meer echt de ervaring van op het podium staan... Dat ik, de verbinding. Ja, dat ik elke keer probeer goed te krijgen. En dan als ik naar huis ga, hoop ik dat ik het naar mijn zin heb gehad. Ja. Dus ja.
Jullie hebben eigenlijk in het begin vooral nummers opgenomen. Hè? En ook daar was men van meet af aan 4 sterren, 5 sterren. Hè? Ik heb meteen veel aandacht in de publiciteit toch gekregen. Dus wel heel, heel prettig lijkt me. Goed begin. Ja, voor ons voelde dat dus eigenlijk in het begin alsof we helemaal niet zo heel veel publiciteit kregen. En alsof dat toch pas de laatste tijd echt een beetje op gang is gekomen. Maar het is waar, er was af en toe wel wat geschreven. Maar het voelt toch voor ons iets van de laatste maanden een beetje, juist dat dat op gang komt. Spelen jullie veel ook de laatste tijd? Zijn jullie veel on the road? We zijn vooral de komende tijd veel on the road. Ja, en dan praat je over het najaar. Najaar en Engeland ook, veel? Engeland en ook weer 2024, voorjaar, hebben we leuke dingen gepland staan. Met een nieuw album op zak, toch? Nog niet zo gek lang uit, in juni pas, hè? Klopt, voelt voor ons al helemaal niet meer nieuw, nee. Maar het klopt wel. En zijn jullie ook al druk bezig met het schrijven van nieuwe nummers? Of is dat een constant proces? Ja, we zijn er. En wie schrijft? Doen jullie, is dat een collectieve activiteit? Ja, ja het is, we schrijven het allemaal samen. Maar we blijven eigenlijk gewoon een beetje regelmatig aan ideetjes werken. De liedjes die we nu aan het performen zijn, zijn natuurlijk niet songs die ik mee heb geschreven. Nee. Dus het voelt ook een beetje gek af en toe. Maar daarom is het ook juist fijn dat we nu ondertussen alweer verder zijn aan het schrijven. Hebben jullie al een aantal nieuwe liedjes weer op zak? Ja, ze staan in de stijgers, maar het is niet zo dat we ze al live spelen op dit moment. En ze zijn ook nog niet opgenomen. En als ze in de stijgers staan, wil zeggen dat je een idee van een tekst hebt, of een ritmisch of een melodisch idee, werkt het zo? Ja, dus die ideeën die zijn er allemaal. Maar laten we zeggen dat we er nog wel aan moeten schaven om het tot een heel coherent geheel te maken. Is dat natuurlijk wel wat een album maakt ook, hè? Een coherent geheel. Meer dan een samenraapsel van een aantal nummers. Is dat de manier waarop jullie het ook aanvliegen? Als een album, als een eenheid? Ik weet niet zozeer of je zou zeggen eenheid in vorm, in melodie. Ik denk dat we ook heel erg juist op zoek zijn naar de variatie. En misschien wel een soort eenheid of een... kijken hoe het elkaar aanvult. Eenheid in productie misschien wel juist. Overigens is nu wat... Gaan we eigenlijk weer ook nu juist wat singles opnemen. Okay. En niet gelijk een heel album om voor ons een beetje de vaart erin te houden. Ja, dat je elke keer met een nieuw verhaal komt. Precies, wij willen natuurlijk eigenlijk gewoon zo snel mogelijk weer met nieuwe muziek komen op dit moment. En waar nemen jullie op? Nemen jullie echt op in een studio, een fysieke studio? Of is het ook heel veel DIY? Nee, wij nemen wel een fysieke studio op. Ja, en waar? In Amsterdam? In Amsterdam, Schenk Studio. Okay. En zijn jullie in Amsterdam ook embedded in een bepaalde scene, muzikaal gezien? Zijn er geestverwanten, bands waar jullie veel naar kijken, of die veel naar jullie kijken wellicht? Goeie vraag. Ja, goeie vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf niet zozeer een scene ervaar in Amsterdam. Veel bands kennen natuurlijk elkaar. Het is wel gewoon überhaupt Nederland, kleine wereld. Maar ik voel het niet zo echt van, oh, dit is een scene gaande. Is het nu, want jullie gaan ook naar Engeland, zag ik. Een vrij uitvoerige tour ook. Nog in tussentijd naar een Showcase Festival in Hamburg ook, hè. Reeperbaan Festival, een druk schema. Hebben jullie al eerder in Engeland gespeeld? Ik niet. Nee, ik ook niet. Nee, dus dat is ook heel spannend. Ja. Mooi. Ja. We gaan het volgen. Hoe laat spelen jullie straks? 4 uur. 4 uur. Ja. Oké, veel plezier. Yes, dankjewel. Bedankt.